Hallo allemaal, leuk dat jullie weer naar LTV kijken vandaag. En het belooft vandaag weer een gevarieerd programma te worden. Dus u kunt alvast kijken naar ons programmaoverzicht. In 1985 ontstond het plan om het aantal sporen ten westen van het Centraal Station uit te breiden van 4 naar 6. Dat was het begin van een slepende affaire die nu in een stroomversnelling is geraakt. De gemeente heeft vergunning verleend tot het slopen van een groot aantal bomen in het Westerpark. Buurtbewoners kunnen dit echter theoretisch nog voorkomen. LTV bracht 2 opponenten in deze zaak bij elkaar, de heer De Boer en de heer Vink. Wat is de rol van de heer Vink in de zessporen kwestie? Ik ben voorzitter van de werkgroep Westerparkoverleg. En wij zijn bezig met een actie voor het behoud van het Westerpark. De spoorwegen zijn van plan het aantal sporen wat direct ten noorden van het park ligt, om dat uit te breiden. En wij denken dat die uitbreiding ook kan plaatsvinden zonder het park in die mate aan te tasten zoals men momenteel de zaak van plan is. Kunt u ongeveer samenvatten, de zaak loopt al een tijdje, kunt u ongeveer samenvatten wat er de laatste jaren precies is gebeurd rondom die 6 sporen? Ja, niet alleen om die 6 sporen, want dan wil ik maar even verder teruggaan. We zijn eigenlijk de laatste 15 jaar voortdurend in strijd met de spoorwegen die hier een prachtig park zien liggen en denken van nou, dat is een prachtig grond om ons emplacement wat hier ten noorden ligt uit te breiden. Daar is men al in 1975 mee begonnen en toen wilde men dus ongeveer een strook van 25 of 30 meter breed van het park wilde men afhalen voor een uitbreiding van het emplacement. Daar heeft toen BMW van Amsterdam gezegd van nou, dat kan niet, het park moet gespaard blijven en het emplacement moet maar uitgebreid worden in het westelijk havengebied. En daar is ook een stuk grond gekregen, dat is ook inmiddels ingericht door de spoorwegen voor uitbreiding van het emplacement. En nu, daarna is toch de kwestie gekomen van ja of nee toch uitbreiden van het emplacement aan de oostkant. En in 83 kwam de zaak van de 6-sporigheid ter sprake. Ja, naast mij staat ook de heer De Boer. Wat is precies uw rol in de kwestie? Ik werk bij de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente. En ik ben voormalig projectleider van het project 6 sporen. Kunt u zich vinden in de samenvatting zoals die daar net door de heer Vink is gezegd? Nou, wat ik kan zeggen is dat we zijn gestart met het project in 1983... Wat daarvoor gebeurd is, laat ik buiten beschouwing. In 1985 heeft de gemeente een keuze gemaakt voor een bepaalde spoorweguitbreidingsvariant. In die variant is het naar mijn stellige overtuiging zo dat we de aantasting van het Westerpark tot werkelijk het minimum hebben beperkt. Mede dankzij de niet aflatende inbreng van de heer Vink en de zijnen. Het is naar mijn mening gelukt om die minimale aantasting zodanig zeg maar vorm te geven dat een deel van die aantasting ook na het gereed komen van het project weer herplant zal kunnen worden.
Andere woorden, u vindt het allemaal een beetje muggenzifterij wat de heer Vink zojuist heeft gespuit? Nou, muggenzifterij is wat erg bagatelliserend wellicht. Naar mijn stellige overtuiging is het zo dat de gebruikswaarde van het park niet aangetast wordt. Integendeel, ik moet benadrukken dat als enig park in Nederland hier na de uitbreiding een geluidsscherm wordt opgericht van een meter hoog. Wat een verlaging van het geluiddrukniveau van 8 decibel zal tot gevolg zal hebben. Dus ik denk dat het gebruikswaarde van het park sterk zal toenemen. Dit tunneltje, dit komt naar voren, begrijp ik dat goed? Ja, oorspronkelijk zou het met 6 meter breed uitgebreid worden. En doordat we dus daar tegenin gegaan zijn, is het nu 4 meter geworden. Maar dat betekent toch dat er alle mogelijke zwaar gereedschap, heistellingen enzovoort, beton, storterij, in het park zal plaatsvinden. Nou, ik begrijp wel, het zijn geen horlogemakers. En tot die 4 meter uitbreiding wordt het niet beperkt. Maar wordt het één grote puinhoop hier in deze omgeving. We hebben afgesproken met de Nederlandse Spoorwegen dat de bouw vanaf de baan plaatsvindt. Dus laten we nou niet dramatisch gaan doen over heistellingen die hier in het park verschijnen. Betonmortelcentrales. De afspraak is helder. NS bouwt vanaf de spoorbaan. Ja, en dat is nu iedere keer weer het geval. De BMW doen bepaalde beloftes en later komen ze weer op terug. We hebben nu 3 weken geleden hebben we een brief gekregen van BMW waarin staat van ten aanzien van, de werkzaamheden in het park gaan we nog afzonderlijk contact met u opnemen. Dus het betekent gewoon dat de oorspronkelijke toezegging dat ze het van bovenaf zouden plaats hebben, alle werkzaamheden, dat ze het nu alweer gaan intrekken. En dat is iedere keer weer het geval. De BMW belooft wat en na een jaar zijn ze de belofte vergeten en dan gaan ze toch weer aan de gang. Er is op het ogenblik is het werkelijk geen puin meer op te trekken op het beleid van BMW van Amsterdam. En die struiken hier, gaan die ook allemaal weg? Ja, want we praten natuurlijk alleen maar over bomen die gekapt moeten worden. Maar hier ziet u natuurlijk hier wilde roos, meidoorn enzovoort. Dat gaat allemaal naar de bliksem toe. Alles wordt gekapt. En u ziet wel hoe het te werk gaat. Ik bedoel, het gebeurt niet zachtjes. Er komen grote machines, graafmachines, en die rammen de hele boel naar de grond. Maar het komt weer terug. De afspraak is dat die implant na de werkzaamheden weer zal plaatsvinden. En ik zie niet in waarom niet op dezelfde manier dit kan worden teruggebracht. Maar een kind kan begrijpen dat als je een spoordijk gaat uitbreiden door zand. Je gaat er met zware vrachtauto's, want het zijn tegenwoordig geen kiepkarretjes. Het zijn auto's van 20 ton en zwaarder die met zand hier langs die dijk gaan rijden. Hè, dat het hele park ook in verdere afstand van de spoordijk naar de knoppen gaat. En de gemeente wil het niet inzien. Die zegt maar steeds van, oh, het valt wel mee en het is niet zo erg, het wordt zo en zo. Maar de werkelijkheid is gewoon dat straks één grote puinhoop is. En als het dan eenmaal zo aan de gang is en dan zeg je van, kijk eens even, oh ja, sorry, het is een beetje tegengevallen. En dat maken we iedere keer weer mee. Het wordt te licht voorgesteld. De gemeenteraadsleden worden eigenlijk ook een klein beetje voor het lapje gehouden. Men zegt het is niet zo erg, het is minimaal, we hebben alles geprobeerd. En de werkelijkheid wordt straks één grote puinhoop. Nou, dit is volgens mij een bewijs uit het ongerijmde. Volgens mij heeft dit college een uitstekend geheugen. En als de afspraak gemaakt wordt om tijdens de bouwperiode het park te ontzien, zoveel mogelijk te ontzien en te bouwen vanaf de spoorbaan. Dan lijkt me dat een afspraak waaraan het gemeentebestuur gehouden kan worden. En hoe wordt er dan verklaard dat in het rapport van de gemeente staat van dat de uitbreiding van de spoordijk niet zal plaatsvinden door middel van zand, maar door een betonnen ontlastplaat, terwijl men eigenlijk in het hele westelijk deel, de helft van het park, wel een zandaanvulling gaat maken. Ja, terwijl in het gemeentelijk rapport wordt heel duidelijk op het gevaar gewezen van een zandaanvulling. Dat het grondwater verhogend werkt, dat het de bomen aangetasten. En ze doen het toch. Ik bedoel, dat zijn nou de beloften van BMW. En wat komt er in werkelijkheid van terecht? Nou, die ontlastplaat is er gekomen om de aantasting zo minimaal mogelijk te laten zijn. We hebben daar een stuk of 5 alternatieven voor bedacht. Die ontlastplaat komt nog maar in de helft van het park. In de andere helft van het park, daar wordt een zandaanvulling gemaakt. En daar staat helemaal niets over geschreven in het gemeentelijk rapport. Nou, we hebben toegezegd dat er grondmechanische resultaten
worden getoond die door op dit moment op papier gezet worden door de Nederlandse spoorwegen. Ja, en ik kan me niet voorstellen dat ze gewoon een pijlbuis in de grond slaan en zeggen ze, oh ja, het water is omhoog gekomen en dit is dan gebeurd dan. En dan moet er een draineerkje aangelegd worden, maar is dat kwaad al gebeurd? Ja, maar Vink noemde net als voorbeeld wat er in de Overbrakerpolder is gebeurd. Nou, daar zijn steunbermen aangelegd tientallen meters breed. Absoluut niet vergelijkbaar zijn met dit kleine stukje aanvulling wat in dit westelijk deel van het park gaat plaatsvinden. Dus het zijn onvergelijkbare grootheden. Hij doet daar, vind ik, erg dramatisch over. Ja, het is toch wel grappig dan. Het is hetzelfde verhaal steeds weer van, oh, het erg dramatisch. Wij maken poeha. Maar als nou de gemeente zelf in hun rapport schrijft, en niet over die steunbermen, maar ten aanzien van de keuze hier in het oostelijk deel van het park, dat een betonnen ontlastplaat nodig is, omdat die gronddruk te hoog is voor het park, terwijl men in de westkant wel een gronduitbreiding maakt. Ik bedoel, dat is toch volkomen in tegenspraak met elkaar. Die ontlastplaat is er niet gekomen omdat de gronddruk te hoog was, of te hoog zou kunnen worden. Nee, als je op die plek met zandaanvullingen zou werken, zou er, zeg maar, een aantal grote bomen, monumentale, gezichtsbepalende bomen, moeten sneuvelen. Nou, we hebben daar gezamenlijk voor gekozen en daar was de heer Vink ook bij. We hebben in onze hoorzitting voor gedeputeerde staten, hebben wij ook heel duidelijk gezegd van, wat men doet is volkomen in tegenspraak met wat men eigenlijk in het rapport geschreven heeft. Want daar staat dus wel in dat het een gevaar voor het park is. En maar ja, ik bedoel, ja en nee, blijft een lange strijd hoor. Ik bedoel, maar ik denk dat de gemeente onze bezwaren een beetje meer reëel moet gaan nemen. Wij zijn er niet om de gemeente dwars te zitten, wij zijn er wel voor het behoud van het park. En wij denken dus dat BMW deze zaak veel te licht opvat en eigenlijk maar zich weinig gelegen laat liggen aan de wensen van de buurtbewoners. U bent uiteindelijk in conflict geraakt met de heer Saris. Waarom? Ja, de heer Saris die doet iedere keer beweringen die niet kloppen, die achteraf blijken niet waar te zijn. En wij vinden dus dat de gemeenteraadsleden ook recht op hebben dat ze goed voorgelegd worden. Als in een toelichting staat dat er maar 6 grote bomen hoeven te verdwijnen en een houtwal, terwijl er in werkelijkheid 200 bomen gekapt worden, dan denk ik gewoon dat de gemeenteraad niet juist voorgelegd wordt. Wethouder Saris heeft gelogen. Wethouder Saris die heeft inderdaad niet de waarheid verteld, die heeft niet de uiterste consequenties verteld. Hè, waar de schade die aan het park aangericht gaat worden, en dat nemen we hem bijzonder kwalijk. Dat is natuurlijk niet juist. Kijk, wethouder Saris is na de periode van de Vlis nu ongeveer 2 jaar aan het roer. Ik vind dat hij op buitengewoon doortastende wijze gezorgd heeft dat voor een deel van het traject een buurtvariant tot stand kan komen. Daar heeft hij toch behoorlijk wat pijn weggehaald bij de verschillende belanghebbenden. Voor dit stuk is, zeg maar, het onderste uit de kan gehaald. We hebben daar jarenlang over zitten praten. Ja, dat zijn allemaal woorden. Ik vind dat het onjuist is. Ik vind het onjuist is om dat op het bordje van Saris neer te leggen. Het tunneltje is naar 2 meter minder geworden. Is dat nou het onderste uit de kan? Terwijl er gewoon veel meer mogelijkheden zijn. Het spoordeklichaam is hier 90 meter breed. En er is best plaats voor 6 doorgaande sporen. Als de spoorwegen maar het emplacement een klein beetje inkort, dan kunnen die doorgaande sporen keurig op het bestaande traject komen. En dan hoeft er niets van het park aangetast te worden. Nou, het blijft natuurlijk merkwaardig dat een GroenLinks wethouder zegt slopen. Kijk, een wethouder moet afwegingen maken. Het gaat hier om het grootste spoorwegknelpunt van Nederland. We hebben, zeg maar, het uiterste gedaan om die aantasting te beperken. Het gaat om, zeg maar, circa 4 meter op dit punt. En ik denk dat als je van overtuigd bent dat je alles gedaan hebt wat in je mogelijkheden ligt, dat het buitengewoon vervelend is om dan toch naar je hoofd geslingerd te krijgen dat je niet groen bent of wat dan ook. Het wrangen is natuurlijk wel, het openbaar vervoer moet bevorderd worden. He, om het milieu te sparen. Wat doet men? Men gaat het openbaar vervoer gaat men dus uitbreiden en men kapt 200 bomen en men vernielt een park. En is dat het milieu sparen? Dit is toch volkomen in tegenstrijd met elkaar?
Nou, waar praten we nou eigenlijk over? Waar gaat het nou om? Het gaat om enkele meters, om enkele meters groen. En in mijn ogen om een houtwal die na zeg, uitvoering van de werkzaamheden weer terugkomt. Dus laten we het nou niet zo verschrikkelijk dramatisch voorstellen. Het gaat om enkele meters. Laten we dat goed in het oog houden. Nou, enkele meters. En het zijn volwassen bomen. Bomen van 30, 40 jaar oud die gekapt gaan worden. En ik heb net al verteld, het gaat om 1/4 van het totaal aantal bomen in het park. Een kwart? Een kwart van het aantal bomen. 140 bomen van de 570 bomen in het park worden gekapt. Beseft u dat? Het gaat niet om 40 jaar oude bomen. De gemeente stelt het weer. Het is werkelijk een misvatting. Ik vind het ook vervelend dat het op deze manier gebracht wordt. Kijk, de oude bomen, de beeldbepalende bomen, de monumentale bomen blijven allemaal staan. Een aantal worden ingesnoeid, maar voor de rest, deze houtwal, die kun je toch moeilijk als een 40-jarige bossage gaan opvoeren, Piet. Dat kan toch helemaal niet? Er zijn stammen bij van 30, 40 centimeter. Nou, dat zijn bomen inderdaad van een jaar of 40 oud. Die stammen van ver voor de oorlog nog. Ze zijn nog veel ouder. En daarom vind ik het ook zo onjuist. Iedere keer hoor ik weer hetzelfde verhaal van de gemeente. Hè, van het valt wel mee, we praten er nou over. Hè. Dit park is voor ons heel belangrijk. Het is het ene kleine parkje wat er is. En alle beloften van de gemeente om het park uit te breiden, waar we ook volgens de gemeentelijke noten recht op hebben, daar wordt er voorlopig nog niets aan gedaan. Maar meneer de Boer, wat is... ik wil daar toch even direct op reageren. Mijn stelling is dat door dit project Zes Sporen, en dat is misschien een wat gevaarlijke koppeling, gaat de gebruikswaarde van dit park enorm omhoog. Door aanleg van die geluidwerende voorziening zal het aanmerkelijk aangenamer toeven zijn in dit park. Maar wat vindt u van dat getal? Een kwart bomen wordt gesloopt. Nou, ik ben het niet eens met de definitie van boom van de heer Vink. Ik vind dat het hier gaat om een houtwal. Sommigen zeggen daarvan dat die gebruikt worden voor het maken van stelen van bezems en bijlen. Zover wil ik niet gaan, maar dit zijn geen bomen. Er staan allemaal solitaire bomen. Kijk eens wat er staat allemaal. Dat is toch geen houtwal? Ja, dat zijn inderdaad bomen, meneer de Boer. Dat is een eufemistisch gebruik en iedere keer wordt weer hetzelfde eufemistische gebruik gedaan. En daar wordt de gemeenteraadsleden wordt daar zand mee in de ogen gestrooid. Want die hebben geen flauw idee van de ernst van de situatie. Ik kan me haast niet voorstellen dat wie dan ook in staat is om zand in de ogen van deze gemeenteraad te strooien. Men is volkomen op de hoogte van alle feiten. De rapportages spreken voor zich. Ze blinken uit door helderheid. Ook overigens die van de buurtgroep Westerpark. Dus ik kan me niet voorstellen dat mensen slecht geïnformeerd zijn. Ik maak dagelijks gebruik van het tennisbaantje daar in de hoek. Hè? En dat gaat weg. En ik heb de instanties opgebeld. En er blijkt niets voor in de plaats te komen meer. Men had ons aanvankelijk beloofd dat er zou een vervangend baantje komen. Maar dat is... Ik geloof dat dat niet doorgaat. Heeft het protest geen zin? Protest heeft altijd zin omdat het mensen ergens op patent maakt. Maar... Het beweegt de autoriteiten tot niks, want dit gaat plat, klaar. Wat gaat er precies plat? Wat ik heb begrepen is, al die bomen bijvoorbeeld, waar zo'n kooitje aan hangt. Hè? Alles langs die spoorbaan hier. Dat zijn geen vogelkastjes? Ja. Dat zijn vogelkastjes, hè? Ja. Ja, maar die zijn er vanwege de actie zijn die daarop gehangen. En ik neem aan dat het bomen betreft die plat gaan. Ik weet niet precies welke bomen, maar ik weet dat dit stuk hier en dat baantje waar ik dagelijks speel, dat tegen de grond gaat. En ik heb met mensen van de gemeente gepraat die er wat van weten en die zeggen nou het gaat door. De gemeenteraad heeft het goedgekeurd en de rest keurt het ook goed. En ondanks de poging van de heer Vink? Ik weet niet, ik ken de heer Vink niet. Oh nee. Oké. Okay. Maar ik ben er... Kijk, het argument van meneer Huberts, van die is voorlichtingsambtenaar of zo, misschien wel verantwoordelijk, ik weet niet precies, was van, we hebben geen ruimte en we hebben geen geld. Nou, dat vind ik belachelijk.
Het hele project, het prestigegedoe met die maffe trein, dat kost miljarden, neem ik aan. En voor een paar honderd gulden kunnen ze een baantje neerleggen. Geen geld, ik vind het belachelijk. Echt belachelijk. En er is niks mee aan te doen? Ja, dat weet ik niet. Ik ben er gewoon tegen. Wat kan ik anders doen? En de mens wikt, maar de overheid beschikt. Hè? Bedankt. Oké.